We staan bij de hoofdingang van Sportpark Prinses Irene, voetbalvereniging RVC Celeritas. Een heel mooi sportcomplex waar natuurlijk heel veel gevoetbald wordt. We willen een ieder heel graag kennis laten maken met autievoetbal. Kees, achter ons zien we een training van kinderen met autisme. Waarom zijn jullie gestart hiermee? Nou, we zijn daarmee gestart eigenlijk op advies van John. Die zag eigenlijk dat er kinderen waren die niet echt goed mee konden komen met de reguliere jeugd van Celeritas. En die dacht, ja, dat is toch zonde dat die kinderen steeds buiten de boot vallen. We hebben ook eens om ons heen gekeken, is er ook nog reguliere voetbal voor autistische kinderen? En toen konden we dat eigenlijk in de omgeving niet terugvinden. En ja, toen hebben we gedacht van, joh, laten we die kinderen ook een hele fijne dag geven. Want nu vallen ze buiten de boot eigenlijk steeds. John, ja, maar ja, hoe zijn deze kinderen naar dit complex gekomen? Nou ja, door een werving. Hè. We hebben dus folders laten drukken. We hebben dus mensen benaderd via Rachel Sonderop van Rijswijk Beweegt. Zijn we dus in contact gekomen en daardoor zijn we eigenlijk een beetje op de rails geholpen. Toen hebben wij een openingsdag gerealiseerd. Ook via de gemeente, want Björn Luchthart was daar toen al bij. En Larissa Bentvelsen was erbij. Hans Lammertink heeft ons daarin ook een ondersteunend geweest. Dus zodoende hebben wij dus daar van kunnen werven. Kees, dan moet je toch ook wat professionals om je heen zien te verzamelen die met die kinderen weten om te gaan. Ja, nou ja, dat is die Rachel Sonderop. Ja. Dat is eigenlijk een die ons in eerste instantie getraind heeft. Ja. Wij hebben dat zelf opgepakt en we hebben cursussen aangevraagd voor het NOC-NSF. En dat is specifieke training voor training geven voor kinderen met autisme. En daar proberen we zoveel mogelijk de leden die wij als trainer krijgen, dat zijn vaak selectiespelers, die proberen we die richting uit te duwen, dus dat ze ook die cursus gaan volgen. Ja, en dan daarnaast willen we uiteraard ook gaan proberen of we echt de professionals van de scholen hier naartoe kunnen krijgen. Maar die stap die moeten we nog maken. Ja. Er staat eigenlijk wat jullie betreft nog in de kinderschoenen. Ja, tuurlijk. We zijn startende en we leren van de ouders en we leren van de kinderen. En het is voor ons ook eigenlijk een nieuw avontuur. Maar we zijn zo enthousiast. Dus ja, als je iets graag wil, dan lukt het ook. Leuke is er wel dat er wel de nodige steun is. Sponsors, noem het maar op, hè, John. Nou, Oké, ik heb Mario Seffela van de Jumbo heb ik warm kunnen maken om dit te ondersteunen. Nou, dat deed hij echt heel fantastisch, nam hij het op. Die kinderen krijgen echt, als ze getraind hebben, een dingetje, een fruit en een drankje, weet je, in de zak. Maar dus uiteindelijk worden ze dan verwend. Ja, jullie willen natuurlijk nog meer kinderen zien te benaderen met autisme. Hè? Want je hebt met autisme natuurlijk verschillende gradaties. Dus het moeten er toch nog wel heel wat zijn die dat hebben ook. Ja, die markt die is, als ik het over markt mag spreken, is best wel uitgebreid. En het is nog zo onbekend bij het grote volk. En vaak ook ouders die hebben ook nog een moeite om kinderen over te laten stappen van het reguliere voetbal naar het autivoetbal. Want iedereen verwacht dat zijn kind alles kan en normaal mee kan doen met andere kinderen. Maar ja, sommige kinderen die hebben dit nodig. En daar zijn soms wel eens gesprekken voor om de ouders zover te krijgen en om ze te vertellen. Wees eerlijk voor je kind en geef ze gewoon het plezier in voetbal. Ieder op zijn eigen niveau en hier lopen jongens bij die in het reguliere voetbal meegedaan hebben, niet mee konden. En die zijn nu een van de betere geworden. Ja, wat is er mooier. Het G-voetbal ook niet, hè, eigenlijk. Daar zijn ze dan weer te goed voor. Daar zijn ze te goed voor. Maar ze zijn gelukkig. Kijk, kinderen gelukkig zijn, zijn de ouders ook gelukkig. Weet je, het werkt, hè. Kinderen blij zijn ouders ook blij. En daar doen we het voor. Dames, hierachter, daar lopen jullie kinderen lekker te voetballen. Kinderen met autisme. Wil je voor ons uitleggen, wat is autisme precies? Wij hebben over het algemeen allemaal filters. Dus we zien wel alles, maar wij weten, niet alles komt bij ons binnen. En bij hun komt echt alles binnen. En dat is, ja, ze ervaren dingen anders. Wat bij ons eigenlijk normaal is, van dat is bij hun niet logisch. Maar wie zegt dat onze logica logisch is? Het autisme is ook veelal van hoe hindert je dat in je dagelijks leven? Is dat vanaf de geboorte, wordt dat al ontdekt?
Bij Lucas was het van vrij jong wel al zichtbaar dat hij anders was. Hij keek vaak langs ons of niet echt recht aan. Maar vanaf zijn tweede ongeveer liepen er al onderzoeken en hij heeft echt al met 2,5 een diagnose gekregen. Ja. Hoe is dat als ouders om daar mee te maken, om daarmee om te gaan? Je ziet dat hij anders is. En de eerste keer dat je dan zo'n uitslag hoort van we denken dat het een vorm van autisme is, sla je gewoon helemaal dicht. En ja, je leert ermee omgaan. Alle vormen van autisme zijn anders. Dus dat is de ene. Soms heb je geen wederkerigheid, soms heb je dat wel. En je leert ermee omgaan. Je leven wordt een stuk minder spontaan. Ja. Alles moet gepland worden van tevoren. Je moet altijd rekening houden met plan B. En ik heb dan nog een dochter en zij een zoon. Ja. En ja, het heeft gewoon impact. Ja. Op die dochter? Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, die heeft ook een ander leven daardoor. Ja. Wat zeker goed voor kinderen is, en daar staan we nu naar te kijken natuurlijk, is sporten. Ja. Bewegen is voor ieder kind al belangrijk. Maar dat daar ook nog eens voetbal bij komt. Ja, ik denk dat we wel een stap vooruit zijn met dit soort initiatief. Ja, fantastisch. Ja, wij zijn heel, heel erg blij hiermee. Ook omdat we best wel lang al gezocht hebben naar een vorm van beweging, zwemles. We hebben heel veel dingen geprobeerd dan voor Lucas. En uiteindelijk, vaak kom je terecht in een groep met ouderen of oudere kinderen of volwassenen zelfs. Ja, daar vinden ze moeilijk aansluiting en wordt niet alles gedaan naar hun behoeftes, zeg maar. En dit is geweldig. Het is laagdrempelig. Merk je dat je kind gelukkig is na afloop van zo'n training? Van, wat was het leuk? Ja, en ze zijn in beweging. Je ziet hem gewoon een lol hebben ook wel, op zijn manier. En het zal niet altijd zijn volgens de regeltjes van de training. Maar hij heeft de lol. Ja, ze hebben de lol in. En dat is gewoon belangrijk. En ze zijn in beweging. Want als je het niet doet, dan sommige kinderen zijn wel actief van zichzelf. Nou, lieve mijn, die is uit zichzelf niet zo actief. En ik ben al blij als hij 3 keer heen en weer rent over het veld. En ik vind, yes, hij is actief geweest. Zou je nog meer ouders willen adviseren van, joh, kom met je kind hier naartoe, die het voetbalspelletje leuk vinden? Kijk gewoon wat het is. Kom kijken, de kinderen hebben ook beweging nodig. En is het wat, is het niet? Je moet het gewoon proberen. Dit is heel veel vallen en opstaan. Het is uitproberen. En bevalt het wel prima, bevalt het niet? Ja, weet je, dan moet je verder zoeken. Wie weet dat we op de KNVB-site nog eens lezen dat er een Audi-competitie is, want die is er nog niet, hè? Nou, in kleine vorm is dat er wel. Hè. Het is, er zijn clubs, een Speegjesvogel, die doet er wel aan mee. Je hebt in Rotterdam, Lekkerkerk, je hebt daar verschillende clubs die dat wel hebben, maar te weinig. Ze kunnen niet echt een hele grote competitie van maken. Dat gaat wel via de KNVB. Maar wij hopen dus volgend jaar een toernooitje te kunnen organiseren voor de kinderen. Waar ze aan mee kunnen doen. Dat is de wens. En zullen we het seizoen daarop eventueel met een competitie mee kunnen doen. Wat nu wel belangrijk is, maar we staan hier ook natuurlijk om een oproep te doen. Al die kinderen die interesse hebben, of de ouders die weten dat hun kind aan sport wil gaan doen. Laat eens een keertje gewoon proberen. Je Prinses Irene Sportpark natuurlijk, hè. En dat is iedere of om de week op zondag van 11 tot 12. En de mensen kunnen zich aanmelden via www.rvcceleritas.nl of info@celeritas.nl. En ja, laten ze in godsnaam komen, laten ze proberen. Geef de kinderen gewoon heel veel plezier in voetbal. Ook voetbal is hun sport.